Er wordt keihard gewerkt bij FC Dordrecht in het stadion, ondanks de hitte. Want de oude kunstgrasmat is eruit en er worden nu nieuwe hybride matten uitgerold. Een hybride grasmat bestaat eigenlijk uit een kunstgrasmat, een bekking van kunstgrasmat. Met daarin 7% sprietjes van kunstgras, die zeg maar door het natuurgras heen groeien. Waarvan de bekking deels in termijn zal gaan oplossen, zodat er een goede doorgroei ontstaat van de wortels van natuurgras naar de ondergrond. Het gewone gras is dus opgebouwd uit verschillende mengsels. In 9 van de 10 gevallen is het velbeemd in combinatie met Engels raaigras plus nog wat roodzwenk of rietzwenk of wat. En dan is het de rest aan de verzorging. Het is nagenoeg hetzelfde gras als wat er in de Kuip ligt inderdaad. Komt ook van dezelfde partij vandaan, zeg maar, uit hetzelfde gebied. Het gras van de Kuip heeft het nagenoeg naast gelegen. Ja, dus het is in dezelfde ontwikkeling geweest. Maar de hybride matten, zoals deze, die liggen ook in de Premier League in Engeland. Ja, klopt. Nee, eens. Dat wordt inderdaad ook toegepast in de Premier League. Klopt. Hoe snel hecht deze mat? Want ja, binnenkort start de competitie al. Wij hebben nu vanaf dit moment hebben nog 2 weken de tijd om te zorgen dat er een optimale mat komt te liggen. Over 2 weken is er een wedstrijd en die kan gewoon gespeeld worden. En daarna is er gewoon nog verder onderhoud nodig. En zodat hij optimaal en steviger wordt. Deze Limburger is vanaf nu ook FC Dordrecht supporter. Hè? U gaat natuurlijk uw eigen gras steeds bewonderen. Ja, zeker, graag.